deze week in Historisch zal ik u vertellen over de expeditie van mijn vader Adrien, die met zijn schip Belgica als eerste aan de Zuidpool overwinterde. Vive la Belgique! En vive Adrien! Antarctica was de voorbije winter niet van ons televisiescherm weg te branden. Een en ander was het gevolg van de krachttoer van het avontuurlijke duo Dixie Dansercourt en Alain Hubert, maar dat zijn niet de enige Belgen die gefascineerd zijn door de Zuidpool. Een continent dat voor de helft van het jaar in duisternis is gehuld, waar de ijzige temperaturen en poolwind bijna onmenselijk zijn. Hoe dan ook, het was een Belg die er als eerste overwinterde. Adrien de Gerlache, kapitein van de Belgica, lieten zich met schip en bemanning invriezen in het pakijs. 13 maanden lang zaten ze vast, overgeleverd aan de bijtende koude en met in het ruim van het schip alleen maar een stapel conserven. Een mijlpaal in de exploratie van de Pool en een vaderlands epos. Adrien de Gerlache zou met zijn liefde voor het koudste en meest onherbergzame oord op deze aardbol zijn hele familie aansteken. Hij werd de stamvader van 4 generaties poolgangers. Zijn zoon Gaston trok in de jaren 50 met een wetenschappelijke expeditie naar de Zuidpool. Zijn kleinzoon deed hetzelfde in de jaren 80. En vorig jaar werd Henri, een achterkleinzoon van Adrien, gesignaleerd op de top van de hoogste poolpiek, de Mount Vinson. Gaston de Gerlache kreeg voor zijn poolexpeditie een baronstitel aangeboden door koning Boudewijn. Als familiedevies koos hij het doel, niet de hindernis. Dit is de historie van Adrien, Gaston en al de andere Gerlaches. Hier is waarschijnlijk de commandant Adrien de Gerlache en Le Coint. En ze zijn in de ijs vast met de penguin als vriend. Maart 98. Hasselt huldigt zijn helden. Dames en heren, hartelijk welkom hier op de boulevard voor de onthulling van het standbeeld van Adrien de Gerlache. De zoon van de gehuldigde knikt tevreden en de rest van de familie de Gerlache is even opgetogen. De oude Adrien heeft eindelijk zijn standbeeld. C'est mon arrière-grand-père, Adrien de Gerlache. Qu'est-ce qu'il a fait? Une expédition en Antarctique. We herdenken dit jaar de 100ste verjaardag van de Belgisch-Antarctische expeditie van 1897-99. Zo het in werkelijkheid onmogelijk is die gedenkwaardige expeditie in het kort te typeren, dan mag in een poging daartoe onderstreept worden dat ze niet enkel de eerste was die een overwintering in Antarctica meebracht, maar ook dat ze de eerste was van zuiver wetenschappelijke aard die geen opeising van territorium op het oog had. J'aimerais beaucoup aller en Antarctique, j'aimerais bien continuer la tradition de Gerlache. Haar staf en bemanning waren alweer in primeur
samengesteld uit personen van diverse nationaliteit. Al die mannen waren van vrij jeugdige leeftijd. En ze keerden terug met een wetenschappelijke oogst waarvan de rijkdom en de waarde op Eden na 100 jaar nog steeds verbazing en bewondering wekken. C'est mon arrière-grand-père et je suis fier parce que c'est lui qui a été en Antarctique, c'est lui qui a découvert des îles et qui a découvert un peu l'Antarctique. Je suis très fier. Ma famille, sinds generaties, was een geslacht van officieren. Mijn grootvader, Auguste Gerlache, was infanterieluitenant en te Asselt in garnizoen. Toen mijn vader hier in 1866 het levenslicht lag. De stad Asselt aanziet mijn vader terecht als een van haar tergen, meneer de burgemeester. Het kasteel van Huizen bij Oudenaarde, bolwerk van de familie de Gerlache. Gaston en Lily, 52 jaar getrouwd, 5 kinderen, 17 kleinkinderen, de stam van 3 generaties poolreizigers. Premier arbre en feu, là, le prunier. Voyez là. Très très tôt. En de linden zijn gesnoeid. In Huizen de Gerlache krijgt het verleden nog een plaats. Daar staat de baron Borg voor. Het archief en de Poolbibliotheek blijven in de familie. De Gerlaches bewaren en bewaken hun schatten met grote zorg. Gaston is de patriarch van de familie. Een gewezen luchtmachtofficier. Hij vloog bij de Britse Royal Air Force tijdens de Tweede Wereldoorlog. En tot voor kort was hij in het zakenleven actief. Bijna 80, maar nog fit genoeg om terug te keren naar de plek waar zijn vader 100 jaar geleden voor het eerst voet aan wal zette op Antarctica. Nous sommes le 23 janvier 1998, il y a exactement 100 ans, le 23 janvier 1898, mon père et 4 de ses compagnons de la Belgica débarquaient, mettaient pied sur cette île. Nous sommes, ma femme et moi, les premiers à y débarquer. Et nous allons monter au sommet de l'île et nous allons y mettre le drapeau belge en souvenir de ce centième anniversaire. Assez émouvant pour nous. Antwerpen 1897. De Belgica ligt voor anker, gereed voor een expeditie naar Antarctica. Aan boord de 31-jarige kapitein Adrien de Gerlache en zijn bemanning. Voor de première fois dans l'histoire de la découverte du pôle sud, les buts étaient purement scientifiques. Et toute l'expédition a été organisée et a été donc choisie les membres de l'expédition en fonction d'un programme scientifique à réaliser. Fridtjof Nansen, de Noorse poolreiziger, is het voorbeeld van de Gerlache. Hij liet zich enkele jaren voordien met zijn schip vastvriezen en was zo tot vlakbij de Noordpool geraakt. De Gerlache moet op bedeltocht.
want de wetenschappers zijn wel enthousiast, maar ze hebben geen geld. Een openbare inschrijving brengt te weinig op, de regering moet bijspringen. Gelukkig is de Antwerpse redersvrouw Leonie Osterried heel gul. De Gerlache noemt haar in zijn brieven moedertje Antarctica. L'expédition, donc, tout au cours de sa préparation, a eu des grandes difficultés, entre autres pour l'achat principal qui était l'achat du navire, la Belgica, qui s'appelait la Patria, qui était un navire norvégien. Et à tel point que quelques semaines avant le départ, il manquait encore des fonds et qu'on a dû faire des tas de manifestations, expositions sur les quais d'Anvers du matériel qui allait être emporté, fêtes vénitiennes. Ascension en ballon, etc., etc. De Belgica, de Belgica, hartogen duizend vrome wensen aan. Zij schoot de Vlaamse haven uit, pijlsnel naar het onbekende zuid. Een vrolijk lied weer klonk aan boord. O hee, o hee, o hee, o hee, oi ho. Wij zeilen voort, wij zeilen voort. Tot waar geen dier, tot waar geen mens. Meer ademt aan de wereldgrens. Voor Adrien de Gerlache is het vertrek een verlossing. Gedaan met 3 jaar bedelen en uitvluchten zoeken. In die moeilijke beginperiode was ik bezield door de blinde wil om te slagen. Ik vocht met niets dan het te bereiken doel voor ogen. En ik was blind voor het onbereikbare. Dat heeft me op de been gehouden. Januari 1898. Na 6 maanden laat de Belgica Kaap Horen achter zich en zet koers pal zuid richting Antarctica. Onderweg ging veel tijd verloren. Een deel van de bemanning is gedeserteerd. Toch besluit de kapitein om de grote sprong naar het onbekende te wagen. ...22 januari. We zijn de Shetland-eilanden voorbij. Tijdens een storm is de jonge matroos Winke overboord geslagen. We hebben hem niet kunnen redden. Een flinke werker, een goede jongen. We zijn allemaal onder de indruk van zijn verlies. ...23 januari 1898. Land in zicht. We gaan aan wal. Nous arrivons ici à la pointe Menchikov sur l'île Brabant. Et c'est un endroit qui n'a pas été visité très probablement depuis 1985, date à laquelle mon fils François a hiverné avec une expédition britannique à cet endroit même. Ce qui fait que pour nous, c'était très émouvant d'arriver à cet endroit. Et ensuite, nous escaladons selon un dessin qui nous avait été fait par le commandant de l'expédition de mon fils François. Nous escaladons la côte pour retrouver une plaque commémorative qui avait été laissé une plaque de bronze assez grande qui commémorait le campement de 5 hommes de la Belgica sur l'île Brabant.
François, de jongste kleinzoon. 22, toen hij op voorstel van zijn vader met een Britse expeditie naar Antarctica trok. Een uitdaging. Overwinteren in kleine tenten in uiterst moeilijke omstandigheden. 90 jaar geleden kampeerde grootvader Adrien op dezelfde plek. We zijn daar gebleven 4 maanden een stuk aan dezelfde plaats, aan Mishkov Point. De eerste doel van de Britse expeditie was de eerste overwintering in tents in Antarctica. En de tweede doel was de exploratie, de systematische exploratie van de eiland met de beklimmen van al de bergen. Met de hoogste punt was Mont Paris op 2500 meter. Mon père dit à un moment donné, ces découvertes sont nos richesses. Donc c'est le marin qui parle, qui a découvert des terres nouvelles, et c'est le géographe qui parle également et qui considère que ça dépasse tout ce que l'on peut imaginer en richesse. Ces découvertes étaient ses richesses. De Belgica exploreert wat later de Gerlache Straat zal worden genoemd. Een zeeengte van 200 kilometer tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. De bemanning verricht tal van metingen en observeert de natuur. Niemand heeft haar dat ooit voorgedaan. Kust en eilanden worden in kaart gebracht, met namen die ons bekend in de oren klinken. Al die eilanden dragen nu Belgische namen. Luik-eiland, Brabant-eiland, Antwerp-eiland, met enkele bergen. Mont Austerrit, van de familie Austerrit uit Antwerpen. Mont Solvay, de naam van de grote mecene Ernest Solvay. Midden februari gaat het weer zuidwaarts, naar totaal onbekend gebied. Via het Lemaire-kanaal hopen ze de Stille Oceaan te bereiken, maar daar komt de Belgica in het pakijs terecht. Met de winter voor de deur zou het schip rechtsomkeer moeten maken. Maar expeditieleider de Gerlache heeft andere plannen. Le projet était de, d'après avoir fait les premières reconnaissances terrestres, les premières découvertes, de rentrer en Australie et de faire une seconde campagne d'été l'année suivante. Mais l'occasion se présentant d'une dislocation dans les glaces très forte le 28 février 1898, mon père a pris la décision, en plein accord d'ailleurs avec son second, le capitaine Lecointe, de foncer vers le sud pour essayer de trouver au-delà d'une banquise qui se disloquait, éventuellement une mer libre, comme Ross avait trouvé en 1848 la mer de Ross. De Gerlache wil zo ver mogelijk in het pakijs dringen om zoals Nansen de pool zo dicht mogelijk te naderen. Maar de wetenschappers van de expeditie zijn niet zo happig. Zij willen eerst hun oogst in veiligheid brengen.
Lecointe, de tweede in bevel, en de Gerlache zelf laten hen geen keuze. Ze zagen ook een donkere hemel, wat wil zeggen dus dat er daar waarschijnlijk verder naar het zuiden open water was. Dus het was verleidelijk om dat te doen. Plus het feit dat het bewezen had met Fram en met Noorderskjöld dat zo'n overwintering in de pakijs een enorm boel wetenschappelijke resultaten kan opleveren. Dus dat was aantrekkelijk. La décision a été prise. Le navire s'est enfoncé d'une distance de 90 000 marins dans la banquise vers le sud. Et alors là, à ce moment-là, il a été en face d'une banquise infranchissable. Il a essayé de revenir vers le nord. Certains disent que c'était très timide comme effort et que mon père avait vraiment l'intention d'hiverner. C'est possible. Je crois que c'est même certain. Et le navire a été pris. Et il a été pris et il a dérivé dans la banquise pendant 13 mois. De bemanning maakt zich gereed voor de overwintering. In het begin ziet iedereen die wel zitten, want de wetenschappelijke oogst belooft rijk te worden. De Belgica wordt ingericht. Het schip wordt overdekt. Er is een smeltinstallatie voor zoet water en een werkplaats aan boord. Maar de vochtigheid in de kleine leefruimtes en het onaangepaste voedsel brengen problemen met zich mee. On vivait entièrement sur les conserves. Et les conserves de l'époque n'étaient pas très bien conservées. Ce qui fait que tous les membres de l'expédition ont souffert du scorbut. Ils ont eu tous le visage bouffi, jaune, les dents abîmées, une grande mélancolie, des efforts qui faisaient tout de suite palpiter le cœur. Tout ça surtout pendant la nuit polaire. De poolnacht, 3 maanden bijna duisternis. Alleen wat schemering, maanlicht en het voortdurende kraken van het ijs. C'est un bruit constant qu'ils ont eu dans les oreilles pendant 13 mois. C'est les craquements de toute la membrure du navire. Et ces craquements peuvent aller jusqu'à un écrasement total du navire. Ça a été le cas de Shackleton quand il a voulu réaliser son expédition transantarctique en 1914-1916. En 1916, son navire, le Endurance, a été broyé par les glaces et a sombré dans la banquise. Op 21 juni is de zon weer van de partij. Het is midwinter en dat wordt gevierd. Uit een reeks pikante, maar helaas papieren dames, kiest de bemanning een schoonheidskoningin. De mannen dansen en zingen op de tonen van hun draaiorgeltje. Maar 6 maanden later zijn ze dat liedje beu. Het schip zit dan nog altijd vast en ze vrezen een tweede overwintering. Een Noorse matroos wordt gek. Luitenant Emil Danko, een persoonlijke vriend van Adrien de Gerlache, sterft van uitputting. Wanneer de Gerlache op zijn beurt ziek wordt en zijn testament maakt, gaan de poppen aan het dansen. De derde in bevel, de Noor Amundsen, wordt gepasseerd ten voordele van de Belg Mellaerts. Mon père voulait, selon les recommandations de la Société Belge Géographie, que le commandement reste belge. Donc, il était dévolu, en cas d'accident survenu à mon père ou à Lecointe, à Mellaerts, qui lui était en dessous d'Amundsen. Ce qui a provoqué petit une problème avec Amundsen. Ouais. Ouais. Vous comprenez l'attitude d'Amundsen? Il a démissionné ou s'est démissionné de l'expédition? Oui, tout en continuant à faire son travail parfaitement bien.
Mais on peut le comprendre en tant que marin. Bon, il y a une hiérarchie à bord d'un navire. Et puis, il n'était pas au courant des instructions de la Cité de Géographie, donc ça a été un choc pour lui. Mais c'était un jeune homme à ce moment-là, il était très jeune, Amundsen, donc il a eu une réaction peu vive. Est-il exact que votre père, plus tard, a déclaré, je crois, à Amundsen, qu'il regrettait sa décision d'être parti dans la banquise, vu bon, certains effets? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ja, dat staat ook in het dagboek van Amundsen, dat op een bepaalde, in juli, rond midwinter, dat de Gerlache zijn spijt daarover uitgesproken. Maar op dat ogenblik natuurlijk, tijdens die periode dat de zon onder is en dat men eigenlijk toch wel begon te twijfelen, ga ik hier nog ooit uit geraken, dat was wel misschien een depressieve toestand. En er was toch wel wat kritiek op geweest. En de Gerlache heeft toen wel zijn spijt uitgedrukt over het feit dat hij beslissing genomen. Nu heeft hij beslissing genomen. En ik blijf erbij dat achteraf gezien dat dat de beslissing geweest is waardoor de Belgica zo beroemd geworden is. De Belgica, haar togen duizend vrome wensen aan. Ofschoon ze in kolk bij kolk verdween. In storm na storm. Omdat een tweede overwintering fataal dreigt te worden, besluit de bemanning zich uit het ijs te zagen. Hield eerlijk woord. Oh hey, oh hey, oh hey, oh hey, oi ho. Zij zeilden voort. Na meer dan een maand is het schip vrij. De Belgica kan weer varen. Tot waar geen mens. 28 maart 1899. Een telegram uit Punta Arenas. Na 15 maanden eindelijk nieuws. Il y avait un mot seulement, deux mots plus exactement. Belgica, Adrien. Ça voulait tout dire. Ça voulait dire qu'il vivait encore, que le navire était arrivé. Begin november is de Belgica weer in Antwerpen, na meer dan 2 jaar onderweg te zijn geweest. De overwintering van 13 maanden was een wetenschappelijke primeur en een menselijk exploot. Wel, ze heeft ten eerste getoond dat een wetenschappelijke expeditie, een relatief kleine wetenschappelijke expeditie, dat die met veel resultaten naar huis kunnen komen. Dus een nieuw concept. Maar de voornaamste resultaat is toch wel dat men voor de eerste keer een volledige serie meteorologische waarnemingen gedaan heeft, ook tijdens de winter. En men had nog geen idee wat de temperaturen in het Antarctisch gebied was tijdens de winter. En dat is eigenlijk een van hun grootste resultaten geweest. Adrien de Gerlache krijgt een plaats in de Vaderlandse heldengalerij. De jonge Gaston groeit op in de schaduw van een beroemde, maar bescheiden vader. J'ai le souvenir d'un homme très modeste, très taciturne, ne parlant pas de cette expédition. Il avait écrit un livre mémorable, mais il ne parlait pas de cette expédition. Donc il n'était pas l'homme qui se glorifie. Et Mullum, het dorpje aan de voet van het kasteel. Bijna een kwart eeuw waren de Gerlaches hier burgemeester. Mullum is samengevoegd geweest met Oudenaarde, de fusies van de gemeente. Ik ben de eerburgemeester en zij is gepensioneerde burgemeester. Oude burgemeester. Oude burgemeester. Ik ben fier dat ik ben burgemeester. Omdat ze is maar zes jaar in ambt geweest en ik ben een beetje meer. Weet je? Dan ik ben eerburgemeester en zij is gepensioneerde burgemeester of oude burgemeester. Gaston en Lily ontmoeten elkaar in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gaston ontsnapt naar Groot-Brittannië en wordt piloot bij de Royal Air Force. Lily wordt opgepakt en belandt in een Duits concentratiekamp. Die ervaring tekent een verder leven. Gaston en Lily huwen kort na de oorlog. Gaston studeert rechten en gaat in de textielsector aan de slag.
Hij maakt later carrière in het verzekeringswezen. Tot de Pool en het voorbeeld van zijn vader ook hem roepen. Meneer de Gerlache, hoe bent u werkelijk nu op het idee gekomen van een Belgische Zuidpool-expeditie in te richten? Wel, meneer Pien, België heeft een Antarctische traditie en moet volgens mij een nieuwe Zuidpool-expeditie inrichten in het kader van het internationale geofysische jaar. Aangezien de andere landen die ook een Antarctische traditie hebben, een dergelijke expeditie nu inrichten. Denkt u, meneer de Gerlache, dat de Belgische expeditie zal slagen en dat ze ook wetenschappelijke resultaten zal bereiken? Ja, op wetenschappelijk gebied zullen we over het modernste materiaal beschikken. En dus hoop ik dat de resultaten even zo goed zullen zijn als die van de buitenlandse expeditie. De Antwerpen gaat de Zuidpool-expeditie van commandant de Gerlache aan boord van de Polar Half. De familieleden zijn de vertrekkende een laatste maal komen groeten voor de scheiding die vele maanden zal duren. Men herkent de vrouw van commandant de Gerlache, zowel als prinses Antoine de Ligne, wier echtgenoot adjunct van de leider der expeditie is. De taak van onze landgenoten, alle specialisten en wetenschapsmensen, zal erin bestaan het aardmagnetisme, de weerkunde, de ionosfeer en de atomische uitstralingen in de streek van Breed beter bestuderen. Ik ben hier gebleven de gans gedurende 17 maanden, gedurende zijn afwezigheid. Maar met drie kinderen, die waren 8, 7 en 3 jaar oud. Ja. De jongens waren zeer gemotiveerd en ze hebben dat meegeleefd. Ik heb een bezoek gehad van iemand die had mij gezegd, maar hoe is dat mogelijk dat een man kan zo zijn vrouw laten en drie kleinkinderen zo laten. En de two boys, de twee kinderen, de twee jongens, ze hebben zo gesprongen. Ze waren daar. Wanneer ik heb bezoek gehad hier op Mullum en ze hadden gezegd, wij vinden dat fantastisch. Wij vinden dat goed. En de antwoord was gegeven. Alles goed, ja? En de gezondheid. Prima, hè? Prima, ja. En mevrouw, alles goed? En de kinderen ook? Een rupswagen wordt gelost voor een verkenning te land. Het komt er nu op aan een geschikte plaats te vinden om onze basis te bouwen en een betrouwbare piste erin. Ce qui est curieux, c'est que j'ai eu un feeling spécial. Ici, cet endroit est à 37 mètres de hauteur. Je me suis arrêté là-bas à 37 mètres. On a calculé par après l'altitude, hein? Curieux, coïncidence. Voor ons vertrek hebben wij allen geoefend in het optrekken van de gebouwen. Daarom schieten de bouwwerken flink op. Wij werken zonder verpozen. Maar de panelen en de kisten gaan voor vermoeide armen steeds zwaarder wegen. Het is onze diepvries. Ja, dat is een diepvries. Ik denk dat het is onze kappen. Auto geweest die aan het kappen is. Kappen is. Bekijkt goed de Boudewijnbasis. We zijn nu einde januari. Over enkele weken zullen alle gebouwen ondergesneeuwd zijn. Onze radiodeskundigen hebben de onderdelen van de antennemasten gemonteerd. Ah ja, de radioantennas. Ja, we zijn dus al naar boven bij. 24 meter. Ja. Trekken. Hastenblieft dat dat dan maar recht blijft. Dan die kabels maar houden. De links en rechts, want dat is niet gelijk in België. Maar de eerste grote communicaties met Gerbies, station Gerbies. En ik kwam er goed door. Dat was zachte middags.
goed hoor. En ik zeg, ja, is dat signaal sterk genoeg? Ja, 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 zegt hij, dat is goed. Ik zeg, wel, steek me erop. En die centrale dame zegt tegen mij, Mia, was haar naam, ik ga dat nooit vergeten. En die zegt tegen mij, hier is het centraal van Brussel. Ik zeg, ieder Zuidpool, meneer, hier lachen we niet. Klik. En Mia sloot af. Met het vliegtuig wordt gebruik gemaakt van de laatste mooie dagen van de Poolzomer. Een programma voor luchtfoto's is opgesteld. Bij de terugkeer naar de reet is de basis geheel onder de sneeuw verdwenen. Alleen de masten steken boven. Om beurten is elk een dienstmeisje. Dag Marietje noemen we dat. Schept dat een band, zo'n ervaring van 18 maanden in een basis? Ja, we doen nog altijd, we zien nog altijd elkander terug, hè, commandant. Ja, En we zien elkander graag terug, dat wil ik tot een pintje nog iets vertellen. Het is dus op de 21ste van juni. In alle basis in Antarctica is het gevierd. Waarom? Omdat de winter is bijna gedaan. Mm-hmm. We waren ook goed gekleed met een das. Grapjes aan tafel. Grapjes. Als ik een beetje weemoedig ben, dat is het eerste wat ik doe. Ja. Ik neem die film en ik zit alleen en ik laat dat veel. En ik voel me beter als ik dat gezien heb. Ik weet niet hoe goed het komt, maar ik voel me beter. Eindelijk, op de 2e april 1959, Oostende. Als een schim daagt de Polarhaf op uit de mist en loopt zij de haven binnen. Was ze blij van terug thuis te zijn? Dat is onbeschrijfelijk. Natuurlijk. Dat zijn de kinderen ook, hè? Ja. We zijn namelijk zo groot geworden, 18 maanden, dat is verschil. Dat is de koning die 20 minuten heeft moeten wachten. Maar hij was zeer goed gestemd en hij sprak met de families, met de vrouwen. En u ziet, hij glimlacht. Hij heeft met al de echtgenoten gesproken, met de kinderen. De erewacht van de zeemacht. Geen protocol meer. En eindelijk onze families. Ja. Voilà. Ah, voilà. Le lendemain du retour, le roi Baudouin a téléphoné lui-même pour dire qu'il concédait à mon mari le titre de baron. Personnellement, le titre de baron, avec le droit de prendre une devise. À ce moment, mon mari a pris comme devise « Usque ad fines ». Ça voulait dire, parfaitement, je crois, ce qu'avait fait son père, ce que lui-même avait fait et ce qu'il nous a laissé en héritage. De derde generatie. De kleinzonen van Adrien. Alle drie trokken in het spoor van hun vader en grootvader naar Antarctica en verwachten van hun kinderen hetzelfde. Als zij zelf ook occasies zullen krijgen, bon, ik zal ze waarschijnlijk een beetje duwen om toch positief te antwoorden, maar ik zal ze toch laten, de laatste beslissing zal aan hen zelf blijven. Dat is maar een kwestie van occasie, van opportuniteit. En wanneer een occasie komt om naar Antarctica te gaan, hebt u altijd de vrijheid om
ofwel nee te zeggen, ofwel ja. En tot nu toe, en tot de vierde generatie, hebben we ja gezegd. Mijn zoon noemt Adrien en de naam van mijn grootvader. Maar spijtig genoeg is die motorisch handicapt. Maar dat is niet erg, ik moet positief blijven in het leven. En ik hoop in de toekomst dat ik zal met hem iets kunnen doen in Antarctica met handicapte jongen. De vierde generatie. In december 1997 trekt Henri de Gerlache met een elfkoppige expeditie naar Antarctica om er de 5000 meter hoge Mount Vincent te beklimmen. On a pensé tout au long du périple à ce qu'ils aient pu vivre 100 ans auparavant avec des techniques différentes, avec des moyens très différents, avec un temps beaucoup plus long. Et je crois que c'était assez présent dans la tête de l'équipe et donc. Quelque part, ce sommet était dédié aussi à l'expédition de la Belgica. J'ai relu là-bas le livre de mon arrière-grand-père parce que l'occasion se présentait. Et donc oui, je me sens un petit peu plus proche de ma famille. On retourne sur les traces de la famille, mais je crois qu'avant tout, il y a une volonté d'inscrire quelque chose dans le présent, donc de faire quelque chose aujourd'hui et quelque chose qui puisse servir, partager des émotions, partager une expérience. On ne peut pas regarder plus haut. On y est, les lapins ! Vive la Belgique ! Et vive Adrien ! Faire un gros plan de chef. Vive Adrien ! En wie de sfeer op Antarctica eens wil opsnuiven, kan nog tot eind juni terecht in het Jubelpark in Brussel, waar al zo'n 150.000 mensen een kijkje gingen nemen op de tentoonstelling Het Laatste Continent. De laatste aflevering in de reeks van Goedenhuizen speelt zich af op een landgoed op enkele kilometers van de grens met het Groothertogdom Luxemburg. Daar staat het kasteel van Abbey-Laneuve, in 1932 aangekocht door de schrijver en politicus Pierre Nothomb. Historisch bracht 9 van zijn kinderen, waaronder Charles Ferdinand, samen in dat ouderlijk huis en luisterde naar de familieverhalen. De Belgische geschiedenis zat mee aan tafel. Volgende week in Historisch, de familie Nothomb. Le nom de Nothomb est tout court et c'est pas de Nothomb. Nous pouvons nous présenter partout et on est chez nous sans gêner les gens. C'est qu'il n'y a pas un seul Nothomb, et j'en suis, qui soit dominé par l'argent. Les hommes ont tous fait des choses assez extraordinaires. Même mon frère aîné, le pauvre, n'a pas eu le temps d'en faire, mais il est mort d'une façon extraordinaire. On fait très bien, quand je suis arrivé à la chambre, à l'âge de 31 ans, quand je me suis assis, je me suis dit, tiens, je suis enfin là où je dois être. Verzekeringen. Historisch met een happy end.